Ik zal op simpel verzoek natuurlijk de beroemde monoloog in mijn bewerking voorlezen, maar niet zonder een kleine voetnoot. Dat is dat Hamlet is ook het stuk waarin heel veel mensen elkaar bespieden en afluisteren in een claustrofobische burcht. Ja. Nu hebben wij natuurlijk weer het geluk, elke keer als Guy Cassis en ik samenwerken, gebeurt er wel zoiets, vind ik. Met al die afluisterschandalen lijkt dat des te meer, met heel Snowden en dan nog. We hebben dan een Belgische computerspecialist, die wordt gehackt, zonder dat hij het weet, en hij steekt de schuld dan op Belgacom, dat soort dingen. Je moet beseffen dat, tijdens, dat is de stelling ook, bij die bewerking, wanneer Hamlet dit zegt tegen Ophelia, gaan wij ervan uit, dat hij weet dat hij bespied wordt en dat men denkt dat hij waanzinnig is of misschien wel niet. Dus de vraag is, zegt hij iets wat zin heeft of is het hoofdse waanzin? Hamlet treedt argwanend naar voren, merkt de twee spionnen, leest, zegt, er zijn of niet, er is geen vraag dan die. Wat is het meest integer? In je geest de pijl- en kogelregens te verdragen van ons uitzinnig lot, ofwel, gewapend, een zee van catastrofes te bestormen en in die stormloop om te komen. Sterven, slapen, meer niet. Maar stel dat slaap volstaat om het gepieker en de duizend pijnen te staken die ons lichaam heeft geërfd, wie smeekte niet met vuur om zulk een kuur? Creperen, slapen, slapen, soms ook dromen, en daar ligt de knoop. Al wat men eens ontdaan van het rumoer van taarts bestaan kan dromen, zet aan tot nog meer twijfel. Peinzen is wat zo'n beproeving maakt van ons lang leven. De haat en nijd van deze tijd, wie droeg ze? Wie boog het hoofd voor onrecht van tirannen? Voor traagheid en corruptie van ons recht, de smaad van onaantastbare bankiers, de arrogantie van de macht, de spot van parvenus voor wat oprecht en echt is, de plagen en de slagen van de liefde. Wie droeg ze als men ze kon delgen zelf, met slechts de steek van slechts één mes? Men zwoegt en knarst het aan een leven lang, als vee onder het juk. Toch trekt men steeds die ploeg uit angst voor iets na afloop van de dood. De dood, hè? Dat iets. Dat onontdekte continent waaruit geen reiziger ooit keert, verlamt de wil. Het leert ons van vertrouwde kwalen houden en kwalen vrezen die we nog niet kennen. Zo maakt ons denken van elk mens een lafaard. De kwieke blos van vastberadenheid wordt bleek en bros, verteert door ons getop. De daad, gediend door vaart en energie, vertraagt eerst door een overdaad aan wikken tot ze verzaamt in lethargie. Maar zie, mooie Ophelia, zo heel alleen en met een boek. U bent aanbidden, zeker? Probeert de titel van het boek te zien dat zij voor hem verbergt. En dan